Juist gebruik van shampoo om ervoor te zorgen dat je haar glanst en er mooi uitziet nadat je het hebt gewassen, is het heel belangrijk dat je die shampoo goed uitspoelt. Als er nog restjes van het product in je haar achterblijven, zal je haar er vettig en tof uitzien. Neem goed de tijd voor het uitspoelen van je haar en spoel zo lang dat nodig is. Het soort borstel: de beste borstels zijn gemaakt van hout en hebben natuurlijke borstelharen, waardoor je pluis en opstaande plukjes kunt voorkomen. Als je een synthetische borstel gebruikt, kan je haar breken en zal het er wild uitzien. Hoe borstel je haar? Als je wilt dat je haar schittert en er gezond uitziet, is het een goed idee om het iedere avond te borstelen om de circulatie te activeren en op die manier de groei te stimuleren. Als je krullend haar hebt, kun je het beste een kam met grove tanden gebruiken of een borstel met natuurlijke haren, zodat je niet te veel pluis of volume creëert. Houten punten gezond: de haarpunten splijten vaak, zien er verbrand uit of laten de schade van te veel blootstelling aan de zon of verwarmende haarproducten zien. Er zijn dan wel talrijke behandelingen die beloven de gezondheid van je haarpunten te herstellen, maar de beste manier om ze te verzorgen is door ze gewoon regelmatig bij te laten knippen. Zo krijgen je haarzakjes meer zuurstof en wordt de groei gestimuleerd. Gezond eten: je dieet speelt een belangrijke rol als het gaat om het gezond houden van je haar, omdat het je haar geeft wat het nodig heeft om het sterk en glanzend te maken. Probeer om meer voedingsmiddelen te eten die een hoge gehalte vitamine E bevatten, zoals groene bladgroenten, noten en avocado. Het is ook een goed idee om meer omega-3 vetzuren te consumeren uit bronnen als vette vis, zaden, noten en olijfolie. Drink meer water. Net zoals je huid, is hydratatie heel belangrijk voor de gezondheid van je haar. Buiten het gebruik van conditioners en andere producten die het hydrateren, is het essentieel dat je voldoende vocht binnenkrijgt en meer water gaat drinken. Houd je haardracht simpel en natuurlijk. Borstelen en kammen kan iedere dag een behoorlijke opgave zijn als je niet de tijd neemt om een haardracht te vinden die past bij je haarstijl en type. Als je het lastig vindt om een simpele, natuurlijke stijl te vinden, probeer dan de volgende stappen. Kam de helft van je haar naar achteren en zet het vast. Probeer het onder de rest van je haar te steken. Gebruik een kam op het bovenste gedeelte om het meer volume te geven. Met een krultang op de laagste stand geef je wat vorm aan een aantal delen door kleine stukjes te pakken en die naar buiten te draaien. Als laatste gebruik je een beetje gel of haarlak om het te verstevigen. Andere tips: het gebruik van natuurlijke middelen om je haar sterker te maken is een goede manier om de gezondheid te verbeteren, het te herstellen en je er geweldig uit laten zien. Andere tip: breid een masker van avocado en olijfolie en breng het aan op je haar. Laat het 15 minuten zitten. Hydrateer je haar met kokosolie, vooral als je gespleten punten hebt. Andere tips: maak een middel van gelijke delen appelazijn en water en spuit dit over je haar met een spuitfles om olie te verwijderen en rost te voorkomen en de pH van je hoofdhuid te herstellen. Andere tips: vermijd direct zonlicht. Gebruik een herstellend middel na je bezoek aan het strand of zwembad.